Het districtscommissariaat Paramaribo Noordoost is gestart met een maaiproject van de bermen en de scholen binnen hun verzorgingsgebied. Deze schoonmaakwerkzaamheden worden verricht door enkele gedetineerden. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van het schoonmaakproject dat door Paramaribo Noordoost wordt uitgevoerd, namelijk met de gedetineerden. We gaan in op vele verzoekschriften van scholen en burgers binnen de samenleving en voor het schoonmaken van bermen en de scholen. Wel, de gedetineerden zijn hier om namelijk de scholen op te ruimen, dus van wiet de bermen ook, zodat de scholen er netjes uitzien. Het vervolgtraject is namelijk, als er meer verzoekschriften binnen worden gestuurd, dus van de scholen en namelijk van de buurt ook, van de bewoners, daar kunnen we een schema maken van waar we kunnen aanpakken. Dus de scholen die aangedaan zijn namelijk in het resort Blauwgrond, resort Beekhuizen en nu zijn we in Rienviel. Dat de Sint-Ignatius School ook geen aanmerkingen zou komen voor schoonmaak door de gedetineerden. We vinden het een heel goed project, want ons milieu moet schoon zijn, vooral voor de kinderen, om in een prettig milieu les te volgen, stimuleert ze ook. En ik ben jullie ontzettend dankbaar dat wij ook in aanmerking zijn gekomen voor schoonmaakacties. Dat de werkzaamheden tijdens schooluren geschieden. Is, we kunnen niet direct zeggen storend, het maaiwerk, maar het geluid soms, want dan kijken die kinderen naar buiten. Maar ja, het werk moet gedaan worden, dus dat hebben we ervoor over. We hebben ze wel gezegd, we vertellen ze wel dat er gemaaid zal worden en dan worden de lessen dan aangepast gedurende de werkzaamheden. Want ja, wanneer wordt het dan gedaan? Wie gaat het voor ons doen? Want wij zelf hebben de middelen ook niet om het terrein te onderhouden.